Olivia van Rooijen en Bianca van Dorp waren de startende reserves in dit wereldkampioenschap in Lake Karapiro. Was dat geen ondankbare taak? Ja. Goeie vraag. Nou, het is natuurlijk niet leuk om het label reserve op je te hebben staan, maar dat is wel de reden dat we hier mogen starten. Dus het is een beetje dubbel. Dan zijn jullie wel gestart, maar in twee races, terwijl flink afgevaren. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is natuurlijk ook iets wat, waar je van tevoren niet helemaal op hoopt. Ten eerste helemaal natuurlijk na vorig jaar. Vorig jaar konden we al niet helemaal goed meekomen, vooral in Poznań niet. Toen dachten we eigenlijk, nou ja, dat komt ook voornamelijk omdat we toen onze piek hadden gehad op het SBWK. En we gingen nu dus eigenlijk, we hadden gehoopt dat we op dit toernooi dus wat beter mee zouden komen. Maar waren het harde klappen, Olivia? Harde klappen die wij maakten of die de anderen maakten? Die jullie kregen? Die we kregen. Nou ja, zeker onze voorwedstrijd was wel een harde klap. Dat was ook, dat was niet waar we op gehoopt hadden. Dit zat er na zo'n voorwedstrijd, zit het er natuurlijk al, of ben je er al meer op ingespeeld. Maar ik denk dat we het redelijk goed opgepakt hebben. Ook we zaten er nu niet heel ver achter. En de vorige keer had ik het idee dat we een beetje een ontwikkelingsploegje waren waar iedereen voor ging klappen, omdat we zoveel later kwamen. Dus dat viel mee. Maar ja, het is nooit leuk. Maar is dit een leerproces voor jullie om verder te gaan in de twee zonden? Of hebben jullie liever andere plannen? Nou ja, het was in eerste instantie natuurlijk een ontzettend leerproces. Want heel gaaf dat we sowieso mochten starten. Je leert er altijd heel veel van om in zo'n internationaal veld te liggen. Je kunt wel echt goede races varen. En ja, ik weet niet. Ik denk dat wij zijn nu gewoon zeker nog niet goed genoeg om vooraan mee te doen in een twee zonder veld. En ja, we zullen het zien. Wie weet door de tijd dat het allemaal nog een stukje sneller kan gaan. En dat wij onszelf van allebei beter ontwikkelen, sterker worden, ouder worden. En nou ja, dan, wie weet. Het zou mooi zijn.